Welkom kijkers van Dutch Shots. We zijn vandaag op Red Dead Redemption 2. We rijden op ons mooie paard. En we gaan nou Valentine betreden. En we zoeken dus een doel in de game. Maar wat gaan wij dus doen? We gaan even lekker wat eten halen. Dus ja, hallo mensen. Ja, ik wil eigenlijk gewoon weten. Ja, het is eigenlijk gewoon een hele korte video. Ik wil eigenlijk gewoon weten. Wat is jullie mening eigenlijk over Red Dead Redemption 2? Wat zijn de positieve punten? Wat zijn de negatieve punten? Wat is jullie mening? Laat het even weten in de comments, mensen. Want ik vind het echt een fantastische game. Ik vraag me alleen af wanneer. Ja, wanneer het eigenlijk klaar is met de beta. En wanneer eigenlijk de officiële versie van de online komt. Maar ja, hallo. Maar ja, dat gaan we dus denk ik nog meekrijgen. Ik denk persoonlijk dat de online pas rond, misschien denk net iets voor de zomer komt, maar dat weet ik echt niet zeker. Ik hoor via, ja, dat misschien net begin voor de zomer zal online dan komen. Maar ik schat dat het nog misschien wel zelf veel langer nog kan duren, want echt deze game is zo groot, mensen. Dat is echt niet normaal. Mijn PS4 heeft er zelfs al een beetje moeite mee. Ik hoor elke keer luchtblazen en zo. Dus het is wel een hele grote game, mensen. Mijn mening zelf trouwens over de game. Ja, ik vind het echt, zoals ik zei, een prachtige game. Zo'n grote map. Ik zal de map even laten zien voor de mensen die denken van, hey, Red Dead Redemption, wat is het? Wat voor game is dat? Voor de mensen die onder een steen leven. Nou, dit is de hele map, mensen. Bizar groot. Echt, ja, dit zijn dan dat die oranje vlakjes, dat zijn dus gewoon de missies, et cetera, et cetera. En ja, dit is eigenlijk de online versie eigenlijk, de beta, mensen. Het is echt zo prachtig. En ja, ik kan uren over de game blijven praten, maar mensen, dit is echt, ja, prachtig. Voor de rest, ja mensen, laat alsjeblieft jullie mening weten in de comments. Willen jullie nou graag meer video's zien van Red Dead Redemption 2? Laat het even weten en hey papa, hallo. Maar hoe dan ook mensen, ik ga even wat snoepgoed halen zoals jullie kunnen zien. Zoveel lekkers hier. Ik zie hier ja, snoep, nootjes, denk ik, als dat nootjes zijn. In ieder geval mensen, ik ga lekker snoepgoed halen en ja. Ja, laat lekker een duimpje omhoog achter en abonneer. En ja, laat lekker jullie mening achter hè mensen. En ik zie jullie de volgende keer. Later!